Jaap Kerenweer, letselschadeadvocaat van HSK. Als je een ongeluk overkomt, of het nou op je werk is, of in het verkeer, dan staat je leven in één klap stil. Je kunt niet meer naar je werk. Sommige mensen kunnen zichzelf niet eens aankleden zelf of wassen. Je kunt niet meer in je auto of op je fiets, of hoe je het ook verder doet, ergens naartoe. Je kunt je huishouden niet meer bijhouden. Kortom, je bent helemaal uit je normale doen. Je hebt hulp van anderen nodig, je moet kosten maken en je wil graag, als dat te wijten is aan gedrag van een ander, de kosten die daarmee gepaard zijn, wil je graag helemaal terug hebben en ook zo snel mogelijk terug hebben. Dan kom je bij de letselschadeadvocaat terecht, die kan jou daarbij helpen. De vraag die heel belangrijk is voor een slachtoffer van een ongeluk, wat gaat me dat eigenlijk kosten? Het belangrijkste wat daarover te zeggen valt, is dat zodra de aansprakelijkheid van een ander vaststaat, de ander de kosten moet betalen. Alle kosten, dus ook die van uw advocaat. Met andere woorden, dat kost u dus niks. Dat is ook de reden dat wat u aan schadevergoeding krijgt, helemaal voor u is. En niet voor een deel voor de advocaat. De advocaat dient zijn rekening in bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij of bij de tegenpartij zelf. En die moet dat betalen, in principe. Niet u. In de tijd dat het slachtoffer bezig is weer beter te worden, laten we hopen dat dat helemaal beter is, hoewel dat lang niet altijd het geval is, zit je natuurlijk met allerlei praktische problemen. Je kunt niet uit de voeten, letterlijk niet. Dat betekent dat je je huishouden vaak niet kan doen. Daar moet hulp komen. Hoe regel je dat? En vooral, wie betaalt dat? Dat moet de andere partij betalen en uw letselschadeadvocaat moet dat regelen. Zo moet die advocaat u helpen in de tijd dat u onthand bent, die tijd redelijk door te komen zonder dat u uw portemonnee ernaast hoeft te leggen.